It's time for Vechtersbazen. De Vechtersbasen zijn terug in je leven. Terug op je beeldscherm of op je oren. Hoe je deze podcast op tot je neemt via Spotify, YouTube of Apple Podcasts. Zijn er overal met de beste verhalen over jouw favoriete vechters. Zijn het de Sterren van Morgen, de Sterren van nu of de Legends. Die we kennen van vroeger. En de man die vandaag op de bank zit, is zeker 100% een legend. En ik ben heel blij dat ik hem eindelijk heb kunnen strikken om hier te zitten. Jury de Shark mes. Ja, ja. Ja, dank je erbij, Jury. Yeah, yeah, oh, ja, dankjewel. Dank je wel. Uh, ja, zoveel om te bespreken met jou. Je bent natuurlijk uh, de originele MySgym-vechter, uh, laten we daar uh, als eerste zeggen. Heel veel mooie partijen gevochten. Je bent gelukkig weer betrokken bij de sport. Gaan we straks uitgebreid over hebben, maar we beginnen altijd dit, uh, deze podcast met het onderdeel dekking laag. Oké. Okay. Ja, dat denk ik. Dekking laag, dat moet toch juist niet. Uh, je krijgt van mij tien stellingen of vragen uh, op je afgevuurd en dan mag je gewoon lekker snel op reageren. En wie weet zit er nog een antwoord tussen waarvan we denken, nou daar kunnen we wel even over doorpraten. Oké, okay, oké. Okay. Ben je er klaar voor? Yes. Geschiedenis of toekomst? Toekomst. Opvallend. Bossen of prikken? Nog een keer. Bossen of prikken? Bossen of prikken. Ja. Beuken of... Uh... Uh, bossen, beuken. Ja. Of prikken, wat doe je met prikken dan? Tikken. Oh, dan, dan ja. bossen, dan bossen. Bossen? Ja, 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 ja combinatie van. Hè? Dat is, ja, <laughs> <laughs> ik mag later nuanceren. <laughs> Prikken, bossen. Ja. Uh, Dekkers of Simpson? Uh, Dekkers. Uh, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Oei. Dat uh, zou ik niet eens weten. Je, nee, ik kan wel zo'n traantje wegprikken als ik eerlijk ben, als ik wel eens een keer iets emotioneels op de face zie ook. Gewoon dan kan er toch een soort van een traan in mijn oog komen. Maar niet echt huilen van huilen, van dat kan ik me niet meer herinneren. In maar wel geëmotioneerd? Ja, 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 ja. Ik ja, kan wel, ja, soms wel geëmotioneerd ge 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 zijn. Ja, ja. 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 Ik heb dat bij Disney films zo standaard. Maakt ja? altijd huilen <laughs> aan het einde. Maar goed, uh, ander verhaal. Uh, leraar of leerling? Uh... Ik heb je nooit uitgeleerd, hè? Maar dan toch uh, leraar op dit moment. Friet of patat? Is er verschil tussen? Ja, het is een eeuwige discussie. Allebei niet. Allebei ik eet niet. allebei nooit. Geen, dus, uh, geen snacker? Nee. Oké. Okay. Uh, waar ben je het meest trots op? Uh, ja, ik loop niet zo te koop met wat ik heb bereikt. Maar ja, dat ik. Uh, toch uh, zeven keer in de reen heb gestaan. Mooi. Daar gaan we het uh, zeker ook nog over hebben. Ja. Ja. Waar ben je het minst trots op? Oei. Uh. Waar ben ik het minst trots op. Weinig dingen in het leven waar je spijt van hebt. Dus... Ja. ja, dat is een ja. goede eigenschap. Ik zou niet zo snel iets kunnen bedenken. Nee, nou nee, mooi. Uh, nieuwe generatie of oude generatie? Uh, ja, oude lullen zeggen oude generatie. En dat, ja, maar ja, nieuwe generatie voor de toekomst, dus uh, nieuwe generatie. Ja, maar zeg, je bent toch een oude lul hoor? Ik, ik ben een redelijk oude lul ondertussen, ja. 43. Dus, uh, <laughs> <laughs> ik vind het wel niet hoor. Um, tot slot, vul in. Mijn favoriete eigen partij is, puntje, puntje, puntje. Mijn favoriete partij, het eigen Perubina Iskie Arena. Ja. 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 Waarom die partij? Nou, het, het is een combinatie in eerste instantie tegen uh, iemand die voor mij op dat moment ja, een idool was in mijn jeugd. Waar ik letterlijk posters van aan de muur had hangen ja. en plaatjes uitknipte uit de Sendokan, de Fighting Spirit. Dus dat was al een hele, uh, ja, voor mij iets belangrijk. Daarnaast was het de eerste keer arena, de eerste keer een sportevenement, een kickboks-evenement in een voetbalstadion. Ja. Dus dat was ook heel uniek. En het, ook gewoon het verloop van de partij, weet je. Het was echt... Uh, ja, een Rocky ja, ja ik sloeg hem neer, hij sloeg mij neer, toch ging hij nog een keer neer, geloof ik. Dus ja, uiteindelijk, ja, dat kun je in tellen in, in de hele partij. En uiteindelijk ook gewonnen nog. Dus, ja. Ja, ja. Ja. Hoe is dat dan, als je dan iemand hebt, wat Perry Ubeda, hij heb je ook nog op de bank giet, ook een geweldige vechter, geweldige persoon ook, uh, die jij dan, ja, idoliseert, wil je zeggen, ik heb posters, had ik hem aan de muur hangen, ja. om dan tegenover hem zo in moeten staan. Ja, het is heel dubbel. Hè. Aan de ene kant uh, is dit hetgene waar je het eigenlijk allemaal voor gedaan hebt, om op dat niveau te komen. Aan de andere kant heb je ook wel een, een, een vorm van respect en een soort van, ja, angst, niet het juiste woord, maar toch een soort van, uh, ja, van kan ik het, die twijfel toch aan jezelf, weet je. Omdat ja, je altijd, altijd die mensen op een heel hoog voetstuk hebt heb gezet voor jezelf. Net zoals met Simpson, Ramond Dekkers, de Deckers, uh, die jongens waar je tegen gevochten hebt. Dat je dan eigenlijk tegen ze vecht, dan is dat toch van, ja, ben ik wel echt wel zo goed dat ik met deze mannen kan meedraaien, weet je? En dan, ja, dat, is, dat is een mengeling van, uh, ja, van... Ja. Maar, maar het geeft je ook heel veel motivatie natuurlijk, weet je? Ik bedoel, ja. ja. Het, is wel, het zijn wel partijen waarvoor je extra je best deed op trainingen en uh, ja, waar je echt wel, uh, ja, of the tiger gevoel bij had, weet je? Ja. Als je dan zo'n wedstrijd ingaat, dan is dat een groot vraagteken inderdaad. Iemand waar je dan tegen opgekeken hebt, van ben ik goed genoeg om hem te kunnen winnen. Nou ja, bijvoorbeeld over Perry was het wel, want je kunt natuurlijk om ze harde trappen. Ja. Weet je? En, uh, ja, je, ik heb gewoon partijen van hem gezien dat die mensen letterlijk gewoon aan gord trapt. En dat mensen gewoon opgeven op hun armen of uh, low kicks of, of op hun armen en niet meer konden. Ja. Dus dat, dan ben je dan wel dat je denkt van ja, weet je, kan ik, ja, dat, dat gaat toch door je heen. Van ja, ga je dat, uh, hoe gaat dat zijn? Hoe kan ik dat wel aan? Uh, ja. Ja, ja maar dat, dat blijft een vraagteken tot het moment dat je dan ga je antwoorden zoeken tijdens je wedstrijd. Ja, natuurlijk, iedereen is mens. Je kan wel ja. zeggen van ja, ik zet het allemaal aan de kant. Maar je, je, je bent toch, ja, op zo'n moment <coughs> sta je alleen in die ring. En uh, gaan er toch dingen door je heen. Weet je. Emoties. In de kleedkamer bij het opwarmen al. weet je. Ik heb wel vaker gezegd van ja, dat, dat hoor ik heel veel te zeggen. van Ben je aan het opwarmen? En denk ik toch van ja, waarom ben ik hier dan weer aan begonnen? Weet je, ja. ik, bedoel, ik had net ook het ook gewoon thuis kunnen zitten, lekker een filmpje kijken en uh, moet ik hier weer staan? Ik ik ik... Erbij, oh, ja, ja, precies, weet je. Dus, dus ja, je hebt al dat momenten ja, dat je twijfelt of dat je ja, zoekt naar uh, na, 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 hou vast, weet je. Ja. Ja. Waar zit het? Want ik, er zijn wel vechten ik, ik heb geen angst, hè, maar ik geloof dat nooit zo. Ik, dat iedereen, iedereen die zo'n wedstrijdssituatie in gaat, een gevecht ingaat, gaat, heeft wel een bepaalde mate van angst, meer of minder, op een bepaalde manier. Waar, waar zat het dan bij jou in? Of wanneer kwam die dan bij jou het meest tot uiting en hoe ging je daarmee om? vikkelt interessant. Um, nou ja, maar het, is heel, het, is heel men, het is natuurlijk heel menselijk. Dus het is gewoon onderdeel van wie je bent ook. Dat maakt je ook scherp. Maar ja, wanneer kwam er bij naar, naar uiting? Um... Ja. Zit je dat bij opwarmen zoals je het net zei? Ja, een beetje tijdens opwarmen, maar ik, ik, ik was nooit echt heel zenuwachtig naar de wedstrijd toe, de dagen ervoor, ja. weet je. En ook, ook, maar eigenlijk pas in de kleedkamer en dat je, dan, dat je echt moet gaan beginnen, weet je. Want je bent ook een beetje aan het uitstellen, hè, van oh, ik hoef pas over, uh, over een paar uur. Dus, dan, dus zo stel je steeds een beetje uit voor jezelf tot het moment echt daar is. En dan, ja, dan moet je opeens uh, presteren. En uh, ja, ik kon me uiteindelijk eigenlijk altijd wel overheen zetten, weet je, het was niet iets wat me helemaal beving ofzo, weet je, wat ik, dat ik, dat ik uh, dicht sloeg of uh, nee, ik wist altijd wel van nou oké, okay, uh, ja, het moet nu gewoon gebeuren. Ja. En uh, ja, ik had natuurlijk altijd Mike waar ik een hele sterke band mee had, die me altijd wel altijd kon motiveren en uh, me goed aanvoelde, dus dat, dat scheelde ook heel erg, weet je. Ja. Ja. Had jij bepaalde rituelen voor om, om bijvoorbeeld dingen te visualiseren of om bepaalde spanning te kanaliseren om, om je, jezelf? In, nee, ik had om... geen vast ritueel. Het enige wat we wel tijdje hadden, maak het had altijd dezelfde Emma bij zich, waar een punaise in zat. Echt weet je. Ja, ja, en, uh, ja. Dus uh, dat was een dingetje van het ritueel. En ik had altijd hetzelfde opwarmshutje. De laatste paar jaar niet meer trouwens, maar uh, vanaf de C-klasse tot aan halverwege de A. Echt waar, hetzelfde Aller, shirt? had je? ik altijd eenzelfde uh, uh, shirt met lange mouwen aan om me, om, om me warm te houden. Zo had ik het ooit bedacht. Ja. Een Levi-T-shirt. En dat, dat, dat bleef ik uh, dragen tot, ja. uh, tot heel lang. Ja, ja. ja. Het is onbewust toch een soort van. Nee, nee, het is onbewust, maar uh, de, de koos ik toen voor. Ik dacht van nou, het is een handig shirt, want het is een lang shirt, het heeft, het heeft lange mouwen, dan dus blijf ja. ik warm ja op een gegeven moment ja je daar toch wel van waar aan, weet je ja. dus ja dat, ja. Ja. Chief, ja en wanneer had je dat shirt voor het eerst niet meer bij je, weet je dat nog de laatste keer dat ik het volgens mij aan had was in 2004 in de arena tegen zoeken. daarna maar oh, daar kan ik nog maar foto's zijn nog foto's, daarna heb ik het volgens mij niet meer gedaan oké okay. nee. nee. merk wel... je dan ook verschil of was je dan ook eerste keer dat je niet had dat je dacht nee dat van... was ook was ook wel niet het eigenlijk niet zo heel goed jaar we begon in 2003, wat eigenlijk een heel goed jaar was. Toen had ik van Ryan Simpson gewonnen, van Perry Ubeda. Dat is eigenlijk voor mijn gevoel mijn beste jaar, maar het, het sloot af heel slecht. In december was het 2003. Ja. Ik voor het eerst echt knock-out tegen Shakuta. Shakuta ja. een lange, lange, lange Rus. Rus ja. Die trapte me in mijn nek en toen ben ik echt, was ik echt weg voor, voor een tijdje. Ik kan me er niks meer van herinneren. Pas in de kleedkamer kan ik me weer heb ik herinneringen van. Dus toen, dat was al slecht en toen, toen moest ik de partij afzeggen daardoor. En toen, volgens ik weer tegen andere jongen, daar won ik wel. Maar toen tegen een paar zoek verloor ik weer. Dus dat was een beetje een rommelig jaar. En toen dacht ik ook van, nou ja, misschien moet we het maar op een ander boek gooien. En toen heb ik het shirt ook niet meer aangehad. Dus ja. ja. Oké, okay. ja. apart. Je noemt een paar namen inderdaad. Het was toen, die 75 die, die, die kilo klas, dat was een beetje... Uh, was toen echt de koningsklasse in de tijd. Dat, dat werd zo genoemd toen. Ja, ja jij Ryan Simpson, ja. natuurlijk Sponge die toen eh, Ja, ja een beetje de Jakuta. nadagen van nog van Hippolyt, weet je, ja. die, die toen ook toen. Ja. Want ik heb nog op afzet afscheid gehalen, vocht ik eigenlijk voor het eerst op een groot gala. Ja, dat was, ja dat was, toen de tijd was dat uh, ja, wel een klasse waar veel in geacteerd ja. werd in Nederland vooral. Maar ja. Orak was dat toen. Orak nog... natuurlijk, uh, Kaas, Saint -Jakoud. Ja. Ja, ja, en uh, Najim, soort van, die zat er net onder, maar die kan ook 75 vechten, is, ja. dus je had wel een aantal uh, spakmakende jongens. Ja, mooie tijden hè, he, mm. ja. Ja. Ik had het net over, ik zei het net in de inleiding al eventjes, jij bent de originele MyChimp vechter, wat misschien niet iedereen weet. Het beroemde MyChimp logo, ja, ja, ja. dat hoofd met die Monkool erop, ja, ja. dat ben jij. Klopt. Ja, Klopt. hoe is dat uitgekomen? Nou, we zaten toen nog in Hercules. Trainen we toen. Dus we waren eigenlijk nog een heel onbekend sportschooltje. Ja. En toen, ja. Mike kwam toen ook nog zelf op pakken pak uitkomen voor Jim passenier Dus niet eens voor Mike's Gym. Op een gegeven moment werd het aan Mike's Gym. We nee, wel ook een soort van logo hebben, weet je. En, we, en uh, twee, of de trainen bij ons twee graphic designers. die een bureautje hadden en die uh, dingen ontwierpen. Die zijn toen bij een slag gegaan en die kwamen toen met het idee om mijn hoofd te gebruiken. Als, uh, een ja. foto gemaakt nog in Hercules van mijn silhouet. En uh, ja, zo is dat toen uh, gekomen. Ja. En nu een wereldberoemd logo. Uh, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. 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 ja grappig, ook, ook ja, je, je geeft les nu ook bij Mike nog. Je hebt natuurlijk al jarenlang tijd, dus elke dag als jij daar komt, dan zie je je eigen hoofd daar op de deur staan. Klopt, ja, overal hè? Dus het ja. hangt natuurlijk overal op elke machine, op uh, ik heb het overal opgeplakt. Uh, ja. uh, elke bokzakken en uh, ja. Ja, ja. ja dus, Staat er nog wel eens bij stil? Denk jij, dat ben ik? Eh, uh, ja, staat er niet heel erg bij stil, maar uh, ja, het is wel grappig, weet je? Want is je, uh, ja, je bijvoorbeeld vechters op het uh, bij Glory ziet, bij Mike die er opkomen, dan ja, zie, zie je toch je hoofd steeds voorbij komen, ja. Zo, ja. 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 Grappig. Hoe is dat eigenlijk? Want jij bent de eerste vechter van Mike Jim. Eigenlijk zonder jou zou er geen Mike Jim zijn. dat kun je, kunnen we wel zeggen. Jij bent. Mike is met jou begonnen echt uh, uh, ja. zelfstandig trainen te worden. Eerst was er nog geen eigen gym. Ik heb Michael verteld dat jullie gewoon een gymzaaltjes her en daar trainden. Ja. Hoe is dat ooit gekomen? Hoe ben je ooit in contact gekomen met Mike? Nou, ik trainde allebei een andere sportschool, of altijd. Ik ben op mijn twaalfde begonnen bij een lokaal sportschooltje, ook in Noord. sportschoolman, en die, uh, op een gegeven moment die stopte hij die ermee. En toen ben ik met een, uh, iemand waar die daar ook trainde, en we gaan zoeken naar een andere sportschool. En toen kwam diegene, Cor heet die kwam toen uh, met uh, een met sportschool Bodysplays, hier om de hoek. Ja. Die uh, zei van nou daar, daar kunnen we eens gaan kijken. En dan gaf Mike les en Lucien en Carbine gaven er allebei les. Okay. Dus Mike had zijn eigen uren en Lucien had zijn eigen uren. Dus eigenlijk waren het gewoon twee verschillende uh, onder één teams dak. eigenlijk in één, onder één dak. En ik trainde eigenlijk wel allebei mee. En uh, op een gegeven moment stopte die sportschool er ook mee. En toen moest ik kiezen ga ik met Lucien mee vraag ik met Mike mee? Ja. In eerste instantie, ja kijk, Lucien was toen al een hele grote, of Hij had toen al wat bekende jongens. Zoals Gilbert Eiffel kwam toen net, niet van Verus, toen had hij Glunder, heette hij toen nog. Ja. ja nog geen die long En nee, toen was hij van Verus, werd laten Glunder. Ja, ja. Sorry? Ja, ja, ja. Sorry? Het werd, hij was van Verus, hij werd laten Glunder. Klopt, klopt, ja, klopt. Ja, 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 klopt. Ja, ja. En... Uh, de eerste instantie wou ik met Lucien mee en toen ben ik toch met Mike uh, gaan zitten. Mike met een gesprek met Mike aangegaan en uh, een vriend van Mike die ook trainde bij Mike, Rick. En die, die heeft me eigenlijk, Rick heeft me eigenlijk overgehaald van nou, je kan beter gewoon met Mike blijven. En toen ben ik inderdaad voor Mike gekozen en dat, uh, ja Mike die, die, die heeft me gewoon eigenlijk, was eigenlijk gewoon op een gegeven moment een... Uh, ja, tweede vader, dat ja, een soort grote broer die me ook gewoon begeleidde in het leven en met levensvragen en me uh, ondersteunde ook financieel een tijdje. En, uh, ja, maar echt, en zich helemaal om mij stortte. Dus, dus dat heeft ons heel sterk gemaakt ook uh, toen de tijd. Ja. ja, maar dat wist je toen nog niet dat die band zich zou zo zou ontwikkelen? Toe je kende hem nog niet zo heel goed, neem ik nee, aan. Nee, nee, klopt, klopt, ja. klopt. Wat was dan die trigger om toch met hem mee te gaan en niet met de, op dat moment bekendere Lucien Cabin. Nou ja, omdat Mike meteen, ik had wel meteen al wel meer uh, gevoel bij Mike, maar ik wou met Lucien ook meegaan, omdat Lucien gewoon, uh, ja, hij had meer vechters, had echt vechters, weet je. Ja. Maar ik had nog helemaal geen vechters. Dus mijn Mike trainde alleen maar recreanten en een uh, jongen daarvoor, Hassan, die ging dan voor eerste wedstrijd doen. Maar dat, dat was het. Dus dus het lonkte toch van nou ja weet je zo'n team met, uh, met 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 al met B-vechters en zelfs wat A-vechters die bij die bij vochten die ik, nou ja dan dat dat dat, dat longte toch maar toch maar toch ja emotioneel en en uh, en uh, hoe op één lijn lag lag ik gewoon meer met Mike weet je Ik bedoel, ja, dus, ja ja en uh, ja het dus zo doen heb ik eigenlijk toch voor Mike gekozen uh. ja ja Bijzonder. Uh, en dat is ook dan het, wat we net zeggen. Het begin geweest van Mike Jim. En, en jij was zijn enige vechter. En daardoor, mensen zagen jouw hé, hey, Die stijl vind ik heel tof hoe jij volgt. En daardoor zijn meer mensen bij Mike gekomen uh, uiteindelijk. Uh, hoe zou je zelf jouw stijl omschrijven? Je was niet. Jij ja, je had, je had een hele specifieke stijl. Ja, ja explosief, uh, Aanvallend. En uh, vooral de conditie. Uh, ik toen vocht nog allemaal vijf rondes. Dus ik begon gewoon lekker rustig. De eerste ronde. Een beetje katten te boom kijken. Ja. En twee de tweede ronde begon ik te werken. Een derde ronde, dan ging het tempo omhoog. En dan. Dus je had veel meer tijd om je wedstrijd op te bouwen. En dat, dat was wel echt mijn sterke punt, weet je. Dus uh, ja, het zetten en uh, niet zozeer uh, one knockout punch. Maar ik was meer dat, dat ik mensen kon overrompelen met uh, uiteindelijk uitputten. En, uh, ja, blijven werken en uh, ja, uh. ja. Ja, ik, ik herinner al echt is iemand met prachtige, echt vloeiende boxcombinaties met messcherpe knieën, pardon de pan, maar uh, messcherpe knieën, mm -hmm. snoeiharder ook. Ik zou jou nooit achterwaarts uh, draaitrappen of uh, dat soort uh, vriendelijkheid nee, nee, nee. nooit ja, doen. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar inderdaad, nee, het was, was ja. Gewoon een klassieke kickboksen, maar vooral, met, ik, ik, ik kon hele lange combinaties maken met ja. mijn handen. En dan afronden met de knieën een trap. Maar in principe, uh, ja, mijn handsnelheid, uh, daar stond ik wel bekend om. Ja, dus mijn lange combinaties, niet 1-2 stoten, maar een ja, salvo ja. van 6, 7, 8 achter elkaar. Ja, ja, ja. 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 En ik het later, want later, jaren later kwam Geuken Saki, die natuurlijk ergens anders is opgegroeid, maar later bij Mike, die hem ook daar de tijd had gezeten. Mm -hmm. Die natuurlijk die hele beroemde uh, combo had tegen, uh, nou, tegen Uwe toch weer, toch uh, onze Roemeense vriend, Gita. Oh ja. Yeah. Ja, toen die, die 12 of 13 combo tegen Gita. Maar dat is combo, jij maakte dat soort combo zo. Yeah, 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 klopt, yeah, yeah, ja. Yeah. Ja. Waren dat ook dingen waar jullie samen op trainen? Want jullie hebben volgens mij uren met z'n tweeën doorgebracht in allerlei gymzaaltjes. En... Ja, we ja, we, 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 ja, daar trainen we wel op, ja. Dat was wel echt een beetje een maatje ding, inderdaad. Uh, ja, ja. ja. Veel. Uh, uh, ja conditie, uh, noem je dat? boxconditie, dus dat ik uh, lang kon doorgaan inderdaad. Uh, ja. Ja. En blijkbaar lag het mij ook gewoon. Eeuw, ja. Uh. Ja. 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 Mooi, en dan, en dan begin je dan met z'n tweeën en dan ga je door, 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 door de rang heen naar CB in de A-klasse. En uiteindelijk sta je in die arena, zeven keer inderdaad. Ja, ja. 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 Hoe bijzonder is dat, is, dat, is dat dan op dat moment het hoogst haalbare podium om daar dan in die arena. Ja, dat was wel dat moment inderdaad, ja. Dat was natuurlijk uniek. Ja. Eerste keer in het Ajax Stadion of Arena, ja. Dus dan, dan, ja, dat was wel echt uh, een kerst op de taart inderdaad. Ja. 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 Wat maakte Mike uh, voor jou zo'n unieke trainer? Nou ja, kijk. We zijn samen, we zijn eigenlijk, eigenlijk heb ik Mike, we zijn eigenlijk samen opgegroeid. Hè? Ja. Dus, 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 dus uh, uh, ik heb we zijn we hebben elkaar eigenlijk beter gemaakt, laat ik het zo zeggen, weet je. Ja. En wat voor mij persoonlijk Mike heel uniek maakte, was natuurlijk dat we het ook echt samen gedaan hebben. Snap je? Dus vanuit vanuit niets naar wat het geworden is, weet je. En uh, ja, wat je eigenlijk in, vaak een film ziet voor dat, je, dat je een bepaalde band met je trainer hebt die heel sterk is en dat had ik met Mike weet je ik dat, en dat is natuurlijk wel uniek weet je dat zie je ja je ziet er niet heel veel misschien wel bij beginnende sportscholen sportschool ook want die dan uiteindelijk ook iemand hebben waar ze helemaal vol voor gaan de jongen weet je en uh, dat, dat deed Mike met mij. Mike ja. ging vol voor mij, weet je. En wat, wat er later allemaal uit was, was een uitvloeisel van, wat, van die band die wij hadden, wat er uiteindelijk uit ontstaan is. Ja. En dat, dat is natuurlijk wel uniek. Ja. Ja. Is die band nog steeds zo hecht? Nou, niet zo hecht meer, nee. Maar ja, bedoel, uh, het, uh, ja het, het zal nooit slijten. Ik bedoel, uh, we hoeven elkaar, uh, we kunnen elkaar een paar dagen of uh, wij spreken een week niet spreken of twee weken, maar het zal nooit, het zal, het is altijd. Uh, ja, je zou altijd loyaal, is altijd loyaal lo 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 naar elkaar blijven, weet ja. je. Het is altijd, uh, kijk, en, uh, en vroeger uh, wist Mike alles wat ik deed, bij ze spreken, en waar ik was, hoe laat en wij, uh, en. Uh, dat is natuurlijk nu, nu is niet meer zo, weet je. Bedoel, ook niet meer dat onze levens heel erg verstrengeld zitten op het, op het persoonlijke vlak, weet je. Ja, ja. dat was vroeger veel meer toen ik als, als vechter was, natuurlijk. Ja, ja dus, dan ben je veel intensiever ook, natuurlijk. Aan de... ja, ja, precies. Je ben ook elke dag met elkaar bezig. Ja. En, uh, ja. ja. Ja, dus, ja, maar je, goed, ja, jij bent zij. Eigenlijk, jullie zijn voor altijd met elkaar verbonden. Want ik kan misschien zeggen, hij zou zonder jou niet geweest zijn waar hij nu is. Jij misschien ja. zonder hem ook niet. Weet niet je, je logo, je hoofd staat in zijn logo, ja. alles. Um, en het, eigenlijk, want als je Mike is natuurlijk heel extra vet. Dus ook een, een, een babbler was voor toen de tijd, volgens ja. mij toen hij. Met jou begon te trainen stond hij nog achter de bar. Klopt, klopt. Ja, dat is natuurlijk ook een sterke dus, punt, weet je. Dus, uh, ja. ja. Terwijl jij bent wat meer teruggetrokken, jij bent introverter, wat introverter. Ja ja. Klopt, ja, ja, dus eigenlijk een beetje tegenpolen. Hoe ging dat dan uh, samen als jullie onderweg waren met z'n tweeën? Uh, nou, ik vond het soms wel ongemakkelijk, weet je. Dat uh, bijvoorbeeld mensen... Maar ik regelde dat de hele bus meeging vanuit het uh, café waar hij werkte, weet je, met trommelaars. en. Uh, en, hele, ja, en die mensen waren ook helemaal uitbundig. En, en ik, ja, ik was daar soms wel een beetje. Ja, wel eens ongemakkelijk onder, weet je. Dat mensen helemaal toe kwamen. Die waren toen helemaal meegegaan voor jou eigenlijk. Ja. Ja, maar ik kende die mensen helemaal niet. Maar mij kennen ze allemaal natuurlijk. Dat was ook allemaal hartstikke anders. Want toen word ik ook nog al bijna alleen maar in de ja. begintijd. En uh, dus ja, die mensen waren hartstikke enthousiast dan. En dan ja, dan, uh, ja, dan was ik wel soms wel een beetje zoekende van. Ja, hoe moet ik hiermee omgaan, weet je. Ja. Veel mensen hadden ook de capsonen zaten, weet je. Ja, maar dat was niet zo, maar je was gewoon een beetje. Nee, op, ja, nee, ja, is gewoon, ja, ja. Verlegen ja. ook misschien? of? Uh, nou, niet verlegen, maar. Je gewoon meer op jezelf. Ja, ik ben, ik ben nooit echt een heel erg uitgesproken. Tenminste, ik kan wel uitgesproken zijn, maar ik bedoel meer van. Ik, 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 ik niet dat ik heel veel praat of zo, weet je. Nee. Ik, niet dat ik heel veel uh, ik verhalen vertel of uh, grappen of uh, weet je. Ik, ja, me niet te sfeer maken of zo. Weet ja. Je? Ja, jij bent volgens mij ben meer. Selectief aan wie je je emoties of je uh, het achterste van je tong laat zien. Jij bent, als, je, jou, als je wat meer in jouw binnenkring zit, als je wat ja, betere vriend of bekende van jou bent, dan open je wat meer op dan tegen de eerste, beste die door de straat. Ja, dat sowieso, ja. Ja, 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 ja. ja. wel grappig. Maar ik heb kickbox natuurlijk ook heel persoonlijk. Uh, uh, als je naar zo'n wedstrijd moet en je moet je focus hebben, en je zit in de bus vol met trobbelende mensen die je ja. niet kent, kan ook wel eens uh, een beetje tegen je werken, niet? Voel uh, je dat wel goed scheiden? Nou ja, wat ik zeg, soms was het ja. Kijk, ik zag die mensen nooit, hè. We waren mensen allemaal uit het café. Ja, ja en toen en, uh, ja, ik kwam, ik kwam wel eens in het café van Mike, dan, uh, maar niet dat ik daar, uh, daar uh, mijn wekelijks te vinden was of zo, weet je. Dus ik kende die mensen ook helemaal niet. Dus het was voor mij, is het wel. Ik kom nu wel eens mensen tegen die zeggen: van, hey, hoe gaat het, Joe? Ah, ik ga altijd meevroegen met de bus en. Uh, ja, ja, ik ken die mensen ik ken ze helemaal niet weet je, dus ja, het was soms wel, uh, ja ik zeg, ongemakkelijk. Ja. Um, wat, je hebt natuurlijk van alles meegemaakt op mijn markt, wat is het gekste of het grappigste wat je, je kan herinneren, wat je met hebt meegemaakt? Ja, ik weet ik in 2003. Um... We waren in voorbereiding met, uh, voor, dus voor die wedstrijd in de keer Arena. En dan vocht Dick Vrij ook en uh, Hans Nijman kwam toen mee trainen. En dan gingen ze ook allemaal voorbereiden bij Mike, weet je. Dus we waren echt een team. We trainden elke dag weet je, met Dick Vrij, Hans Nijman en dan allemaal andere jongens die er mee deden. En uh, ja. Melvin Mannhoff kwam toen ook al mee trainen. En, uh, dus het was echt een heel sterk team en echt uh, ja, heel gemotiveerd. En op een gegeven moment moest ik sparren. Met, uh, met, met, we waren sparren. En uh, met Dick en uh, ik geef Dick zo'n harde knie op zijn voorhoofd. In eerste instantie dacht ik van, oh shit. Maar het deed mij zoveel pijn dat ik ging neer naar de grond. Op mijn knie deed het zoveel pijn. Op zijn harde en, hoofd. En, ja, en Dick deed boem. En zei: Ja, goed zo, goed zo. Kom door, door, door. Ja, en, en ik lag op de pijn, ik lag op de grond te creperen en ja. hij stond gewoon van ja, kom maar, kom maar, laat nog een, nog een, maar ja, het was echt ongelooflijk. Ja. Ja, 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 ja. Ik knie bij dik Vrij op zijn hoofd, ik ja. kan uh, veiligere manieren bedenken om door het leven ja. heen te gaan. Ja, ja. <laughs> maar het was echt een hele harde knie. Dus, ja, het, ja. ja. ja maar wel goed gekomen met je knie nog. Dat wel, dat wel. ja. Van ja. ja, ja. ja, ja. welke wedstrijd in de Arena was dat? Dat was voor Perry. Ja. Voor Perry ja, dat was voor de, de eerste keer. Dik vocht toen zijn afscheidspartij tegen Berkton toen Patterson. Ja, tegen Patterson, ja. Toe, ja, ja. 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 Mooie tijden, ja. Mooie. Arena was ook zo geweldig, sowieso geweldig altijd. Alleen al nou, inderdaad, dat je in het voetbalstadion, dat was ook ongekend uh, voor ja, die tijd, dat soort ja. grote ja. kickbox-evenementen. Uh, ook in de Arena, een wedstrijd waar ik met jou over wilde hebben, als we het over Legends hebben, Perry Ubeda, je vocht tegen Ramon Dekkers. Een ja. keer. Toen nog wel een beetje in de herfstvenster carrière misschien? Ja, ja, tuurlijk ja. Maar ja. nog steeds echt een, een, een legend ja. natuurlijk. Ja. Iemand, ik weet niet of je dat poos van in je muur had, maar het was toch iemand? Ja, ook natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, hoe was dat dan? Nou ja, dat was, dat, dat, dat waar ook heel graag ja. Ik bedoel, ja, wie kan dan nou zeggen dat hij tegen Raymond Dekkers heeft gevochten, ook nog ja. gewonnen. En ook nog gewonnen. Wat je zelf ja. zegt, was natuurlijk wel zijn een nadagen. En uh, ja, weet je, ik merkte ook wel in de wedstrijd zelf dat het, dat het uh, dat het stroef bij hem ging, weet je, ja. en dat hij snel buiten adem was en hij lag heel snel open. Ik, ik gaf hem een paar stoten en een kindje en nog een paar. Ja. Laat meteen, hij ja. had meteen een wondjes in zijn gezicht, weet je. Ja. Dus ik merkte wel van, uh, ja, weet je, dit is natuurlijk niet meer de dekker die het 10, uh, 15 jaar tien jaar geleden was, weet je. Nee. Maar nog steeds, want aan het werk toch onvoorzichtig. Want het plan was om veel te blijven bewegen. Liep ik toch tegen een hoek op? Ik linker, heb ik toch acht tellen van nog gekregen, ja. Dus ja. Het, was, het was, ja. En ja, ik sprak ook Saki uh, een paar jaar daarna en die zei ook van nou, die heeft toen voorbereid samen, die treden toen nog ook bij, bij uh, Cornelis. Ja. En die zei toen, nou ja, toen die laatste wedstrijd was, hij zei nou, ik moet met hem sparren. Hij was nog geen, hij was gewoon een beest. Hij zei, hij sloeg ons, ik had gewoon moeite, hij sloeg ons er gewoon eruit, weet je, ja. tijdens mijn trainingen. Dus, dus hij, was, hij was nog wel... Achteraf was hij toch nog steeds levensgevaarlijk, weet je. Ja. Maar hij was ook geblesseerd. Hij kon zijn linkerhand, geloof ik, niet gebruiken. Of een van zijn handen kon hij niet goed gebruiken. Dus het was wel een beetje van ja, weet je. Maar nogmaals, het was niet meer de dekkers die het ooit was. natuurlijk. Nee. Ja. Ja, 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 Hij had jou en die met de linkerhoek. en Toen had hij hem voor met de knie daarna Ja, ja, ja. Een mooie wedstrijd. Als je twee legends, Uber da, en, en dekkers, welke sla je dan voor jezelf hoger dan toch Uber da? Qua wedstrijd. Uh... Uh, ja, De, hoe, hoe het gegaan is, wel Uber daar natuurlijk. Hoor. Uber was toen nog wel. Alhoewel het ook officieel zijn laatste Thai-boxpartij was. Hij ja. is daar nog heel lang doorgegaan hoor, met uh, van alles en nog wat. Maar, uh, ja. De, uh, ik, um, Uber daar was wel veel fitter of veel sterker dan uh, Perry, was, dan, uh, dan uh, Dekkers was. De Dekkers, ja. ja, ja, maar, ja. Qua, qua beleving en naam was natuurlijk ja. Dekkers wel, ja. Wie, ja. Het is nog steeds gewoon de best of all time voor in mijn ogen, weet je. Ja, dekkers. Ja, ja. wat hoe was dat achteraf? Wat uh, achteraf nog met hem gesproken toen? En wat uh, ja, en, en, ja, gewoon eventjes in de daar, Galen zelf, weet je. Ja. En uh, wel eens in de wandelgang, als ik hem tegenkwam, dan was het altijd gewoon even kort praatje. Van hoe gaat het en ja. Maar ik heb nooit echt die diepe gesprekken gehad of zo. Oké, uh, nee. oké. Okay, okay, ja. Ja. ja, toch wel. Uh, inderdaad, een van, van de allerbeste. Ik persoonlijk stel altijd: ja. K, misschien toch net één tikje hoger. Maar dat is misschien uh, persoonlijk. Omdat dat is ik... persoonlijk, uh, ja, uh, ja, ja, ja. ja. Ja, maar dat is ook wel sowieso een fenomeen. Ja. Um, Ryan Simpson, iemand waar jij iets speciaals ja, ja, mee had ja, ja. toen de tijd. Je hebt drie keer tegen hem gevochten, drie keer van hem gewonnen. Uh, Simpson was ook echt een, een fenomenale vechter, uh, net als ja. jij dat was in die ja. periode. Um, Jullie lagen elkaar niet. Wat, 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 volgens mij is het inmiddels is allemaal uit de weg. Maar er was altijd een beetje vrevel tussen jullie. Hoe kwam dat? Nou, dat kwam vooral toen na die tweede partij. De tweede partij waren het niet eens met de uitslag. Ja. En uh, toen is er een hoop modder gegooid op sociale media. Uh, toen weet je toen om op uh, forums. Ik heb nog geen Instagram, nog ook, volgens mij ook geen Facebook. Nee, op ja. Hives, ja. Er werd een hoop uh, ja, modder gegooid van, vanuit zijn kant, vond ik. Zelfs officiële. Er uh, werd protest aangetekend. En er uh, moest Mike komen bij de, bij de Bond om naar de beelden te kijken. En uiteindelijk toch is dat in mijn voordeel uitgevallen. Maar er werd een hoop modder gegooid, vond ik. Vanuit zijn kamp weet je. Ja. En uh, ook zelfs nog, je had je, je poelenpandje. Dat was een soort. Ja, op, op Salto, een lokale Amsterdamse tv-zender. Uh, die waren ook een soort van pro-Simpson, vond ik. En die gingen toen ook, uh, ja, ook een beetje denigrerend over mij praten. Dus dat zorgde voor mijn kant in ieder geval wel voor wrijving. Voor, voor, voor ja. En uh, ja, nogmaals, zij waren het niet eens met de uitslag. Ze vonden het onterecht. Dus, 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 dus dat, dat, die spanning die bleef. Die bleef. En toen vocht Ryan tegen, uh, ik vocht tegen Payanzoek in 2004. Ja. Daar verloor ik van, die Thaai. En hij vocht toen een jaar later, in 2005 geloof ik, ook tegen Payanzoek in Almere bij Slam. Ja. En hij won van, van uh, Payanzoek. Maar ja, ik was toen natuurlijk een beetje gekrenkt, al door, door dat gemodder gegooid. Dat ik, tijdens die wedstrijd zelf was ik gewoon aan, aan, ja, aan, het, uh, aan het aanmoedigen. En nogmaals, ik vond, uh, ik vond het zelfs dat Payanzoek gewonnen had eigenlijk. En toen, toen uh, stond ik in de gang van de kleedkamer, samen met, met uh, Sayin Yakutka's. En toen kwam Brian zeg, natuurlijk helemaal, hij uh, ja, kwam net aanlopen. En toen helemaal ja, in zijn glorie en in zijn energie en zijn testosteron en uh, van ah, gewonnen. En hij zei, ja, heb je het gezien? Heb je het gezien? Zo kwam hij, zo kwam ja, liep hij langs ja. me. Ik zei ja, ik heb gezien, maar ik weet dat je verloren had. Ja, toen brak de pleuris uit, toen kwam meteen oma Jan en de uh, hele aanhang kwam bij staan. En, ja, en die oma Jan, ja, ja, jij moet nu tegen Ryan vechten en je hey, kan je er niet meer omheen en je hebt onterecht terecht verloren en hey, daar moet je tegen hem. En... Zo werd het een hele rel bijna. En uh... ja, en toen heb ik uiteindelijk nog een keer hem gevochten in de arena. Ja. En... Uh... Ja, toen heb ik van hem gewonnen ja, en dat vrij, was wel overduidelijk. Ja, overduidelijk, ja. ja die tweede kon men nog over speculeren, ook ja. omdat het was gaf hem één keer acht tellen en hij zei van ik gleed uit. En, en ja, dat was zijn, ja, dus, 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 dus die acht tellen ja, was uh... discutabel, weet je. En maar die tweede keer, de ja, laatste keer in de Arena, de uh, derde partij was dat toen ja toen konden we er toch niet meer omheen. Het heeft toch al gezegd van ja weet je nou is het ook gewoon klaar. En sindsdien is ja als we elkaar zien goed elkaar gewoon en praten we gewoon en ja ja wat ja. ja, zeggen? Want daarna hebben jullie het gewoon weer bijgelegd toch? Is het ja ja, bij, ja, ja, wat? ja 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 wel mooi. Maar, want ik, 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 ik ken jou al hele pauze en ik ken jou niet als iemand die over het algemeen echt sterke uh, nou ja, dat soort rivaliteit gevoelens heeft met zijn tegenstanders. Dus ja. het, 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 maar als ik het fout heb, maar volgens ja. mij wedstrijd is een wedstrijd en daarna, uh, even goede vrienden en maar Ryan ook niet, Ryan ook meestal een gentleman en ja. echt, weet je echt een sportman. Ja, maar wel wel trots hè? Ja. En uh, ja, het is dus zo zo kwam bij mij over, weet je. Ik bedoel, en 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 ze vonden dat dat een onrecht aangedaan was, weet je. Dat hij dat, dat, dat ja dus daar en oma Jan en natuurlijk toen, toen de tijd zijn vrouw, tante Henny Tante Hennie, ja. ja die ja, die van waren de toen vrij ja. uitgesproken en vrij uh, ja, amicaal. En dat, ja. dat, dat gooide toen ook weer redelijk wat olie op het vuur, weet je. En bijvoorbeeld ja. Rick van de, van de Vathoor stond in de hoek toen bij Ryan in de tweede partij. En die, uh, na die achtellen begon hij die zit uh, ook uit te schelden en heeft ook een met een spons, meen ik, dus zo'n plappen bij de scheidsraad in zijn gezicht gegooid. Dus dat zorgt natuurlijk allemaal voor extra ja, ja, ja. olie op het vuur ja ja ja, ja. Ja, 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 ja. Wat vond jij zelf van die tweede wedstrijd? Ja, het, 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 het komt twee kanten op. Het is net ja. waar je naar kijkt, weet je. En uiteindelijk, ja, ik, vond ik wel dat ik gewonnen had, weet je. Ja. Maar zij zeggen, ja, het is geen boksen, het, het is thai boksen. Uh, maar ja, ik heb, ik, heb, ik heb ook erbij getrapt, ik heb niet alleen maar gebokst of zo, weet je. Nee. En ik heb helemaal onder druk plus die acht tellen, weet je, dus ja. ja. Dus ik vond gewoon ook gewoon hard. Ja. 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 Ik kan het ja. me herinneren, dat was een van de mooiste rivaliteiten die er die op dat moment was. Ja, dat was de, want hij pakte ook toen, hij, hij vocht toen tegen Najim in de Arena. Ja. Voor die partij dat wij weer te gaan vochten en toen pakte hij de microfoon ook. En toen zei die van ja ik wil is maar één man die ik wil en dat is Jury Mes dat, dat zei hij in de volle arena naast ja. zijn gewonnen partij tegen Natsumbeesem ja. ja en uh, ja ook een ze... zo na nou, trouwens Najib, ja. uh... en, en toen ik vocht ik tegen hem uh, dus in de arena en toen stond ik je moet ik met een liftje op dus dus maar stond bijna achter het, net in het publiek bijna ja. en boven me hoor ik zo ja ik, ik stond te wachten om omhoog te gaan en mijn opkomstmuziek was bezig Hoorde ik, ja, en je gaat pakslag krijgen. En je gaat neer en dit en dat. En, en allemaal. Met, en ik denk, wat, wat hoor ik nou? Dus ik draai hem om. Staat Ryan Simpsons zijn broer... Uh, ...naar beneden te, naar, naar, naar met me te schelden, ja, weet je. Ja. Dus, dus met het liftje gaat omhoog, stond hij naar beneden naar mij... ...keek hij me zo aan, zat, zat hij me om mijn de huid vol te schelden, weet je. Ja. Dus, dus ja, dat soort dingen allemaal... ...dat, dat, 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 dat gaf wel extra lading aan die partij. Ja, kan je ook even concentratie halen? Kan je ook ja, die, ja nou, overeen, ik, ik keek op. hem alleen aan... Ik, 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 ...ik deed alleen maar zo, weet je. Ja. van ja kom maar, kom maar we zullen zien, weet je. Dus, ja, maar ja, tuurlijk, dat was de bedoeling ook. Hij wou me gewoon uh, uit mijn concentratie ja. halen, weet je. Ja. Ook wel een klein beetje smeer gestreken natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk heb ik toch die partij gewonnen. Ja. En nog een mooi detail van die partij was dat we eigenlijk wat hij en dekkerste hadden. dat ze elkaar neersloegen. Weet ja, je dat ja die dubbele kou Dat ja, ja. ja, was geen En dat ge gebeurde ook bijna in die partij tegen mij en Ryan. Ja. Want, want het moment hij in de vijfde ronde. ik stond al voor. raakte hij mij toch goed met een rechter cross, geloof ik. En ik maakte even. stapte even door mijn hoeve heen. En dat zag haar, en er ook natuurlijk meteen bloed. Ja. Zij dook erop. En in die slagenwisseling sloeg ik hem neer met de linkerhoek, maar hij raakte mij ook met de linkerhoek. En ik, ik voelde dit. Ja. En ik kon een paar stappen naar achter maken. Ik kon het zelf nog net opvangen, weet je. Maar ik zou bijna, zou ik ook om mijn kont gegaan zijn. Ik, maar ik voelde echt die, die boom, weet je. Dus dat scheelde echt maar een haartje. Of we lagen allebei op het canvas. Mooi, ja. mooi. schitterend, Schitterende wedstrijd. Twee schitterende vechters, jullie allebei. Uh, echt uh, twee echte uh, legends van de, van de kickbokssport. Wat is, is jouw uh, moeilijkste tegenstander geweest? Of je zwaarste? Uh, ja, toch wel meest beladen. En ook Time was toch tegen zijn en ook de wedstrijd zelf. In de ja. was dat ook. Ja. Ja. Ja, ja. 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 ja, ja. Waarom was dat beladen? Nou ja, het werd ook zo. Ja, Time werd toen echt gebracht als het nieuwe talent en de nieuwe koning en de nieuwe dit en nieuwe dat. En ja. En wij vochten de hoofdpartij in de Ahoy. Ja. En qua beleving, Arena is mooi, maar eigenlijk qua beleving is de Ahoy is misschien nog wel mooier. Waarom? Het is echt een pit, weet je. Ja. je, je, je het publiek zit er helemaal omheen, heel dichterop, compact. Ja. Ja. Dus, ja. dus je, qua beleving is het ook heel mooi, weet je. Ja. En uh, ja, we vochten, we vochten de hoofdpartij van dat gala, weet je. Dus, dus, en, uh, ja. en iedereen, uh, dus ja, je had echt kampen, meskamp, uh, ook in het publiek, weet je, heel erg, weet je. Dus ja, dat was, en die partij zelf, ja, ik al heel snel, uh, keer, maar de strategie was om hem, uh, ja, om hem uit te putten, weet je, om te kijken hoe dan, maar ja, ik liep al in de tweede ronde tegen, ik raakte hij me met een, uh, een hoek en liep ik tegen acht tellen op. toen nog een scheur onder mijn ogen, waar ik nog ja. steeds een litteken van heb. Dus ja, mijn ogen zat al helemaal, op een gegeven moment dicht, dus ik wist al op een gegeven moment na de derde, tweede, derde ronde van, dit gaat toch niet meer worden? Maar ik wil hem wel uitvechten, weet je. Wat er ook gebeurt, ik wil hem gewoon uitvechten. En toen in de vijfde ronde, toen sloeg hij me, kreeg ik het knie op mijn leven. En toen ging ik neer. En toen, ik stond wel op. Ja. Maar het was even een heel chaotisch moment. Mike stond achter me en, en, en de scheidsrechter stond voor me. En, en, weet je, en Mike praatte tegen me. En, 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 en toen deed de scheidsrechter dit en toen was het opeens klaar. Ja. Maar eigenlijk had ik de daar helemaal uit willen vechten, weet je. Het, het was echt de laatste minuut van de vijfde ronde of zo, weet je. Ja maar goed ja. Ja, ben, had je hem wel vol als je maar het uitvoer had je hem ja dan ja. ja, was hij niet was ja. niet, op niet verloren op knockout had je, je hem op karakter vol ja ja ja, 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 ja. had een wedstrijd was dat inderdaad ook is, was hij inderdaad wat timespont ik zeg dat toen timespont hij is later natuurlijk een paar gewichtslossen omhoog gegaan toen ja. hij in die zeg maar 65 kilo zeg maar tussen vijfenzeventig 78 in die ja. categorieën zat was hij op dat moment, vond ik hem uh, in zijn generatie de beste? Ja, maar, ja, maar hij was heel compleet. Hè? Ja. Hij was heel gevaarlijk met zijn handen, met zijn knieën, met zijn trappen, maar ook qua inzicht, qua timing, uh, qua slimheid die in, in het gevecht kunnen schakelen, ze uh, kunnen aanpassen, weet je. Uh, dus de, dat maakte hem een van de beste, weet je. Ja. En later zie je natuurlijk, ja. Met alle respect, ja, het is natuurlijk niet een echte zwaargewicht. Weet je, ja. mist de lengte, de kracht. Ja. Het ging en ook meestal uh, heel hard. Daar ging je, geloof ik, in een in, negen in, 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 in maanden van 85 naar 100 of zoiets. Of in, in, in kort tijd, in ieder geval. Ja, ja ik weet, ja, ik weet, ja, ja hij wel, hij wel wat hij natuurlijk wel gedaan heeft. Hij heeft alle gewichtsklassen doorlopen. Ja. Vanaf 72 kilo ja. tot naar 95 plus. 35, en in al die gewichtsklassen heeft, heeft hij ze allemaal aangepakt. Ja. Snap je? Totdat hij echt zwaar gewicht werd. Ja. En toen zag je wel dat hij ja, tegen de echte grote gasten wel een beetje tekort kwam soms. Weet je. Ja. ja, ja. Dus, ja. Net, kwam je dus toch net onder dat, die uh... 95 kilo eigenlijk, dat, dan, dan, was, hij, ja, dat, dan ja, was hij natuurlijk wel een beetje... dat er misschien uh, ideaal voor geweest ja. 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 Goed, we gaan naar het volgende onderdeel uh, in deze podcast. Dat is de tijdmachine. Wat we hier gaan doen is Ik back. 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 tijdmachine is het onderdeel waarin we de gasten jou, in dit geval Jori de kans geven om in de tijdmachine te stappen. Terug te gaan in de tijd naar een moment waarvan je zegt van nou dat wil ik nog een keer meemaken. Het kan zijn een moment dat de euforie en de vreugde die je toen gevoeld dat nog een keer wil voelen. kan ook een moment zijn dat je van nou dat heb ik niet zo handig gedaan. Dat kan beter, dat wil ik graag nog een keer proberen. Dus ik zou zeggen, we stappen in en waar neem je ons mee naartoe? Zo. Dus de vragen moet je van tevoren uh, opsturen man, daar kan ik over nadenken. <laughs> want, uh, ja, maar, dat is maar, een beetje spontaan. Nou. Ja, 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 ja. Hoe had ik het anders willen doen? Ja, ja, ja. ja. Um, of niet iets wat je anders had willen doen, hè? Misschien gewoon dat je het nog een keer wil ja, voelen. Ja, dat het zo geweldig maar, bijvoorbeeld zoals de eerste keer Arena. Ja, wat ik misschien anders had willen doen. Op een gegeven moment wou ik naar de 70 kilo. Ja. A, mijn nieuwe uitdaging. En B, omdat op een gegeven moment ja, alles was een beetje doodgebloed. Als was of uh, K1 Max toen de tijd. Ja. En die Sauer en uh, Albert Kraus, et cetera. Ja. Of het was uh, zwaargewicht, weet je. Wat een beetje de. de ja, wat, wat, wat er de, wat de gaande was. En toen ja, koos ik dus voor om 70 kilo te gaan vechten. Maar wat achteraf niet zo handig was, was ik vocht de eerste keer op 70. En uh, vocht ik meteen eigenlijk de een van de beste tegen Andy Sauer, weet je. En, het, en ik dacht en het gewicht halen, ik had daar helemaal geen ervaring mee. Je? Dus nee. ik ben heel diep gegaan om het gewicht te halen. Ja. En uh, dat heb ik gewoon niet goed gedaan. Want na ja. nou, mijn eerste ronde. Tegen Sauer ik, was ik helemaal kapot. Ik heb best wel uitgevochten. Ja. Maar na die eerste ronde, ik, ik kon niet meer eigenlijk. Oh, ik was, dus was helemaal... Dus alles was, had geen kracht meer in. Ik kon hem niet van me afhouden. Ik bleef wel bezig werken. Ja. Maar het was allemaal toucheren. Er zat helemaal geen power in, weet je. Dus dat heb ik achteraf niet goed gedaan, weet je. Ik had dat gewicht anders moeten doen. En uh, ik had misschien uh, op zeven... Even, even een stapje terug moeten doen en tegen iemand moeten vechten van iets, iets minder kalender. Ja, in, in plaats ja. meteen tegen de beste op dat gewicht, ja. weet je. ja, ja. Nee, dus Maar dat, is ook wat, als jij 75 kilo vecht, dan, dan liep je misschien buitenwedstrijd rond op 80 ongeveer, denk ik. Nou, nee, ik, ja, ik woog 77 of zoiets, ja, zo. Zo weinig? Ja, Oké. Okay. Ja, ja. Maar dan nog van 75 naar 70, dat is best ja. een sprong. Ja, maar aan de andere kant, dat doet tegenwoordig heel veel jongens. Ja. Hè? Dus ja, en ja, ja. Ik, ik wou al heel vroeg het gewicht halen, ik was bang dat ik het niet zou halen, ja. dus ik woog op een gegeven moment al 71 kilo en sinds op de weging woog ik zelfs 68,8, omdat oh, ik in de sauna ben geweest, maar uh, ja, dat kostte me gewoon te veel kracht. Je ik je ik had gewoon te weinig voor de arbeid die ik verrichtte, weet je, ja. en op een gegeven moment als ik ook foto's zie van die tijd, soms ben je gewoon een junkie, ben, een zak eruit, weet je, ja. helemaal ingevallen kop, uh, dunne beentjes, dunne armpjes, weet je, dat ik echt denk van ja, weet je, maar was ik eigenlijk maar bezig, weet je. Ja. En heel veel jongens, toen trouwens ze ook al, ze zijn natuurlijk wel kleiner, maar ze jongens als Sauer en met het Kauds, weet ik het. Die jongens wogen gewoon off season rond de 80 kilo. En die vond het ja. op 70 kilo, weet je. Ja. Dus ja, die hadden veel meer. Die vonden gina dat, 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 dat hadden ze ook al veel meer ervaring mee. Maar dat, dat ging gewoon makkelijker bij hun. weet je. Ja. En dan, ja, ik heb dat gewoon achteraf niet goed gedaan. Ja. Is het dan ook op dat moment, dat is het toch ook. Andere tijd misschien ook een beetje, we weten het misschien meer, maar gewoon breken in kennis ook van hoe je dat handig Dat Was handig ook wel een beetje past. tuurlijk, ja ja. Ja, 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 Want hoe ging je dat zo? Mee? Want vroeger was het volgens mij voor met een je een week niet, en dan uh, hongerde je jezelf uit om gewicht te halen, en dan snel oh, bij. Maar nog steeds wel hoor. Dat ja. is nog steeds op die manier, maar het, ja, het ligt ook aan de persoon. Bijvoorbeeld, ja, ik, bijvoorbeeld Jordan Piqueur, die vecht dan ook in K-1 in, in, uh, in Japan nog steeds. Ja. Ja en die die, die schommelt ook met zijn gewicht steeds, maar die gaat er toch makkelijker af op een of andere manier, ja. weet je? En die houdt toch zijn kracht en die houdt toch uh, ja, en, ja, ik ben nooit een vechter geweest die, die hebben moeten hebben van echt kracht, weet je? Nee. Die echt met één klap boem, kon laten zien van luister als je op, als je iets doet, als ik, of een jab in één keer bandje dat je schrik dat je denkt van weet je nee, mijn kracht was juist door, combineren, ja. blijven doorgaan drukken, druk, druk zetten uh, uh. en uh, hoog hoog salvo en stoten en trappen. En uh, ja, als je niet die power hebt maar, en, dan moet, en je moet opeens diezelfde snelheid houden in een, op een lichtere klasse, maar je hebt de energie niet, nee. dan, dan lukt dat niet. Dus, dus, dus dat, op een gegeven moment werd ik ook heel onzeker over mijn conditie, want dat was al het sterke punt, weet je. Ja. En nu was ik opeens na nou één ronde kapot, weet je. Ja. Dus, dus, dus de, ja, dat was wel even zoeken naar de juiste, um, ja, de juiste manier om om te gaan met die nieuwe gewichtsklasse. Ja. En, en het ironisch is dat het laatste jaar dat ik volg, wist ik al dat ik zou gaan stoppen. Ging het opeens wel goed. Ja. Toen, ben, toen ging het wel goed op de maar 7 Omdat je daar op. rust in je hoofd hebt, misschien? Dat je, ja, dat je, al weet je, je al er meer aan gewend. En, uh. Uh, ja. 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 Ik, ik moest er ook gewoon een wen op die zet op een moeten afvallen en zo, ja. Ja. Waarom wist je al dat je ging stoppen eigenlijk? Ik had geen zin meer. Nee. nee. Gewoon het hele het, het ritme van trainen, vechten, de, als een monnik leven. Dat, uh, ja. Ja. ja, was ik een beetje klaar. Ik had motivatie was er niet meer. Nee. Nee. Maar je, ja. Toen jij stopte, want dat, ik had als eerste had ik geschiedenis over toekomst. Dus jij had toekomst, vind ik wel mooi. Want je bent na je vechtcarrière ben je als geschiedenisleraar aan de bak gegaan, ja. um, dat je een tijdje echt je rug naar de sport hebt toegekeerd. Dat je helemaal klaar mee ja. was. Ja, 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 Waarom ja, was dat? Ja. ja, ik wou me even op iets anders richten. en meer. Uh... Ja, dan ben je begin 30 en dan uh, ja, heb je, ben je altijd fysiek bezig geweest en heel uh, gedisciplineerd. En toen uh, ja, wou ik me meer geestelijk uh, ontwikkelen. Ja. En uh, ik dacht, ja, we laten ik misschien gaan studeren. En het en is natuurlijk een leraaropleiding, was het. Sluit meteen twee vliegen in één klap, leer je een nieuw vak. En, uh, maar eigenlijk deed ik, ik deed eigenlijk deed ik het vooral voor mezelf, gewoon voor de kennis, weet je. Ja. Want, want de opleiding bestaat, laten we zeggen, voor 80% uit geschiedenis. En 20% uit. vakjes, uh, didactiek. Weet je, hoe ja. omgaan met leerlingen, hoe moet je geven je les, uh, hoe bereid je lessen voor, et cetera, je. Ja. Dus waar ik het eigenlijk voor deed, was eigenlijk die 80% geschiedenis, weet je. Ja, ik had een met een brilletje en. Uh, weet je allemaal, uh, Sorry. Professor Messen noemde ze je volgens mij in de tijd wel eens. Ja. Nee, nee, joh. <laughs> nee. Nee. nee, meneer mes meneer mes nee. Maar we uh, gewoon geschiedenis want een groot interesse in geschiedenis altijd al gehad. of... Ja, als kind ook wel. Maar het was voor mij ook meer, gewoon meer een, een instrument om ook gewoon, uh, waar eigenlijk ook zin in op gestoeld is, om het heden te kunnen duiden, weet je. Als je de, de voorgeschiedenis van iets weet, dan is het veel makkelijker om, de, om te begrijpen wat er eigenlijk momenteel gaande is. Ja. Weet je? En uh, ja, dus dat was voor mij. Uh, ja. En maar ik had altijd wel als kind de fascinatie voor uh, geschiedenis, ja. ja. Heb je dan een bepaalde periode of gebeurtenissen die je speciaal interesseert? Ik, ik vind de oudheid al interessant. Ja? Dus de, de, de Griekse en Romeinse oudheid? Ik Romeinen, de Romeinen uit. maar ook Mesopotamia, Egyptenaren. Ja? Uh, uh, maar uh, 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 en dan vooral ook gerelateerd aan het ontstaan van, uh, van religies, weet je. Ik verdiep me heel veel in het ontstaan van het christendom, van de islam, uh, jodendom. Ik interessant hoe dat zich gevormd heeft. Maar puur vanuit geschiedkundig punt. Niet vanuit theologisch punt. Je, je niet geloofd, nee. helemaal nee, juist, juist door je te verdiepen in ja. hoe dingen ontstaan zijn. Hoe, hoe dingen elkaar beïnvloed hebben. En hoe, waar het vandaan komt. Voor mij persoonlijk toont het alleen maar aan dat het allemaal mensenwerk is. Het ja. is allemaal... Uh, zijn gewoon verhalen, weet je. Ja. zijn mond tot mond... Uh, ja. Ja, ja, mens, ja. Men, mens, ja, mensen denken in verhalen, weet je. Dus uh, wij... De mensheid denkt in verhalen. Wij hebben verhalen nodig om het leven te kunnen begrijpen, weet je. Ja. Maar... maar ja, het leven is geen verhaal. Maar het universum is geen verhaal. Alleen wij, wij, wij refereren in verhalen. Dus ja. Ja. Ja, ik, zie, ik ben zelf ook helemaal aan het reden. Dus ik heb op Christelijke school en oud benen. En hoe meer ik over de, over de Bijbel leerde, hoe verder ik van het geloof afkom te staan, ja, juist ook om diezelfde reden. ik ook geloof, ik geloof net als je, maar ik geloof wel dat iedereen vrij is om te geloven wat, wat ze zelf willen, of waar, oh. waar ze ook kracht aan het hebben, of het nou uit God is of uit een, een, een poppetje van de Jumbo. Maar uh, maar dat religie in eerste instantie een instrument is geweest om mensen te onderdrukken. Om mensen in het gelid te laten lopen mensen Dat bepaalde kan er, Dat en... kan er, omdat is een onderdeel ja. van inderdaad, maar het is natuurlijk ook een onderdeel van om het, om het, ja, om, om het leven uh, te kunnen begrijpen, weet je. Ja. Dus en, en om uh, uh, krachten uit te halen, weet je, om uh, yeah. ja, ja. Het ja. ja. is ik een dieper diepe gesprek hebben mensen nou, Maar uh, maar ja. Leuk, leuk die, ja, ik heb ik heb op het gymnasium gezeten, ik Latijn, ik was nooit op school, maar wij, we hadden uh, Grieks en Latijn, kregen we, en uh, dan het boek Griekse Mythen en uh, Zaken. Dat heb ik helemaal kapot gelezen. Ja. Die doet, doet, al die verhalen over Zeus en uh, alle goden, en, en dat vond ik helemaal, uh, ja, dat was mijn, mijn favoriete onderdeel op school, uh, toen de tijd. Maar, uh, zullen we het gewoon over vechten hebben weer even? Ja, is goed. <mogelijks>. Ja, nou ja, eigenlijk niet, want dan, dan stop je met, uh, met vechten, en dan ja... Wat de meeste vechters, als ze stoppen met carrière, is hun leven is eigenlijk wel vast een beetje volgeprogrammeerd. te stoppen, beginnen ze een sportschool, gaan ze lesgeven, gaan ze andere vechters helpen, enzovoort. Mm. En dan, zo gaat het eigenlijk van generatie op generatie. Jij dan niet, jij wil helemaal geen les meer geven. Je, je trainde volgens mij niet meer. Mike heeft wel, wel eens gek gezegd, de dus zegt enige keer dat Joeri nog handschoenen aan heeft, is dus als het buiten koud is. Maar voor de rest nooit. Helemaal klaar met die sport, uh, dan ga je voor de klas staan. Waarom ben je toch teruggekomen? Um. Nou, de hoofdreden was dat het me toch wel zwaar viel, het onderwijs. Ik merk het toch wel van, ja, je hebt heel veel idealen, je denkt dat je die kinderen kan motiveren, maar eigenlijk ben je ook met jezelf bezig, weet je. Ja. Je bent eigenlijk, zoals ik al zei, je, het was voor mij een ontdekkingsreis, ook gewoon van, ja, weet je, ik wil gewoon meer begrijpen van, het, van, van, van de wereld en hoe ja. dingen in elkaar zitten. Maar dan denk je dat, dat je die leerlingen daar ook toe kan motiveren. Maar die kinderen zitten in een hele andere levensfase. Die kinderen zijn helemaal niet geïnteresseerd in uh, de oorzaak van van alles en nog wat. Die kinderen zijn alleen maar geïnteresseerd in hun telefoon. En in wat een meisje wat, uh, achterin zit in de klas. Wat die van, van hun of haar vindt. Dus ja. En het was voor mij gewoon dat ik gewoon dacht: van, nou, op een gegeven moment was ik ook heel veel politiegentje aan het spelen. Weet je. De hele tijd. Uh, ik moest gewoon een paar keer per dag voor mijn gevoel. Gewoon boos worden, weet je. Ja. Op kinderen op keer van ah, nou als je mond, let nou eens op en dit en dat, en, 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 en eruit sturen ja. ja. en zo. Maar dat vond ik helemaal niet leuk. Dat nee. kan heel veel stress voor mijn gevoel, weet je. Moet je wil vooral heel veel geduld hebben. Ja, ook. ja, ja. Kijk, soms speel je wel, soms speel je, speel je boosheid natuurlijk ook wel, of boosheid, of de, dat je iets afkeurt of zo. Maar ik werd echt, ik werd gewoon elke dag wel een keer boos. Ik, ja. En dat, ik wil, ook, ik wil ook niet boos zijn, weet je. Dus dat viel me best wel zwaar, dat politieagentje spelen. En daarnaast, ja, ik, ik, ik heb dyslexie, dus dingen gaan nog niet zo heel snel bij mij. Maar ja, geschiedenis, uh, tentamens, uh, toetsen, natuurlijk heel veel schrijfwerk. Ja. Nou ja, moet je allemaal nakijken, moet je allemaal... Uh, dus dat kostte me ook heel veel energie, weet je ja. Lessen voorbereiden, nakijken, et cetera. Dus het werk eromheen was voor mij ook, uh, ja... Wat andere bij wijze van spreken een uurtje deden, daar deed ik drie uur over, weet je? Ja, 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 ja. En ik ben niet handig met computers, dus dingen invoeren en dingen, ja, dingen ommaken, PowerPoints, dat kost allemaal zoveel energie. Ja. Dat ik op een gegeven moment dacht van, ja weet je, is dit echt wat ik wil gaan doen voor de rest van mijn leven? En ik gaf nog wel les bij Mike een beetje, één dag in de week gaf ik voor Mike les en uh, ik had wat privé dingetjes hier en daar. Toen dacht ik van, ja weet je, ik ben daar nog redelijk jong, ik was toen 35 toen ik stopte met les 36 of zoiets nou weet je, weet je, ik ga gewoon uh, weer, als ik, ik kan nu nog wat betekenen voor de sport en uh, dat gaat me gewoon makkelijker af en uh, ja dus dan hey, maak ik nou als je als je les wil komen geven, je kan uh, mij aan de bak uh, ja. gewoon voor net als salaris uh, per maand en uh, dus dat wil je open ja en de, precies ja. weet je dus toen heb ik, daar heb ik daarvoor gekozen ja. het, en het, u, feit, het feit van uh, dat uh, uh, het kennis overbrengen, dat sowieso als het leraar doet, of het nou geschiedenis of kickbox ja, uh. dat heb je natuurlijk wel uit kunnen proberen. Was dat wel iets wat je, los van het politiegeentje spelen, wat, wat je wel lag? Uh, nou ja. Of licht? Ja, wel, natuurlijk licht. Je, want je doet je hele leven al, ja. weet je. Ook als, als, als kickboxdocent, weet je. Dus dat, dus, dat heeft wel uh, overeenkomsten. Alleen je merkte wel dat met, ja, met dat geschiedenisverhaal. Het is natuurlijk veel meer theorie en met Kimboek is het veel meer praktijk, weet je. Dus dat is wel een groot verschil, weet je. Ja. En uh, ja, dat, dat maakt het wel anders. En, uh, en, en, en ook, op een an, ja, omdat het anders is, maakt het ook... Uh, het is, ik vond het zwaar, weet je. Uh. Ja, mentaal zwaar. Ja, ik weet, uh. mijn, mijn vrouw is docent, middelbare schooldocent ook, en die vindt het lesgeven van zich heel leuk. Alleen die... Als je dat verhaal ook hoort, wordt dat moe van alle bureaucratie eromheen. Ja, dat Je ja, dat bent is ook een tegenwoordig nog maar 10% bezig met lesgeven. En ja. Er is met administratieve taken en dergelijke. Ja. En als je dan uh, vraagt waarom is er een lerarentekort, tekort, denk ik, ja, dat is wel een van de redenen waarom mensen toch het onderwijs ja. een beetje uitgedaag worden, ja. wat zonde is. Ja. ja, dat klopt. En ik zag het ook, weet je, met, uh, er kwamen heel veel science stromers Dus mensen vanuit het uh, bedrijfsleven, die kwamen dan lesgeven en allemaal heel. Met idealen, en uiteindelijk ja. zeggen ze allemaal opbranden binnen een paar maanden. Ja. En dan zaten ze, idealen. ze ermee, ja weet je, want ja. Ja, ja. Vind ja. uh, je het kickboksen wel, wel, wel weer leuk? Uh, uh, niet alleen het lesgeven, maar ook gewoon überhaupt de sport. Hoe kijk je tegenwoordig tegen de sport aan? Ja, als ik heel eerlijk ben, ik kijk bijna aan naar nee. 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 Af en toe uh, wat tegenstanders, als jongens moeten vechten, weet je. Ja. Maar ik, ik kijk uh, heel weinig kickboksen, sowieso sport hoor. Ik kijk geen sport. Nee? Dus, nee. Nee. Ha, vind ik nee. mooi. Ik vind nee, nee, het wel mooi hier nee. Zelf Om, zo lang. Uh, ja, in... natuurlijk kijken we op Facebook, weet je. Als UFC geweest is, krijg je altijd al de hoogtepunten. Dat kijk ik dan wel, weet je. Ja. Maar ik, ik ga er niet van nachts op staan. Je zit of niet nee, elke Ik ga week, niet klaar nee, nee, nee. Uh, met chips en cola. nee, uh, nee. nee, uh, nee, 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 nee. 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 Grappig. Nee, want in het begin hadden we de toekomst of, weet je wel, nieuwe generatie, oude generatie. Ze moeten wat de nieuwe generatie, zeiden de oude lullen zeggen van, vroeger was alles beter. Ja. Knokten we harder en was het niveau hoger Ja, en ja maar dat zeiden ze toen ook, snap je? Ja. Dus in die generatie zeiden ze weer van, ja, vroeger was het echt wel harder hoor. Toen waren we wel, uh, toen werd het helemaal niet... Uh, dus dus elke, je ziet altijd dat mensen die terugkijken... Ja. Daarom zeg ik, als je ouder wordt, ga je terugkijken naar vroeger. En dan heb je er zo'n ideaalbeeld bij. Dus daar moet je ook voor oppassen, snap je? Dat ja. je niet dingen romantischer maakt of beter dan het eigenlijk ja, was. Weet je? Want, in de achteruitkijkspiegel ziet ja, alles. Het mooi is nu eruit. gewoon anders. Het is ja. een andere tijd, weet je. Ja. Het is nu veel meer, natuurlijk, uh, social media en uh, jezelf moeten verkopen. En uh, ja. vroeger ging een poster in de stad. En dan ging, dat, dat, was, dat, was dan je, dat was dan je reclame. Dat, en, ja. en nu is het uh, ja. Doet iedereen het op Instagram en op Facebook en op uh, TikTok met de en weet ik veel allemaal een ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ja, nou ik zit hier, ook maandag zit ik hier met, uh, met Gilbert, die keert ook goed, Gilbert Eiffel ook. Ja. En uh, Gilbert, we hebben wel discussies over in onze podcast en die zegt dat, van, ja, weet je. Uh, tegenwoordig, het komt eigenlijk niet. Zeg, tegenwoordig is het niveau hoger. Het zijn allemaal meer atleten, ze zijn beter getraind, beter conditie, betere techniek en zo. Mm. Maar vroeger werd het meer geknokt. Vroeger was het wat rauwer. Kun je daar een beetje in vinden? Of is het even... Ik snap de, ja. ik snap de argumentatie. Maar uh, ja, misschien, maar ja, vroeger had je gewoon meer uh, mensen die op een voetstuk stonden, weet je. En, dingen waarvoor je naar Angala kwam, dat heb je nu minder, weet je. Ja. Maar ja, ik weet niet, komt dat door de tijdsgeest inderdaad, komt dat door de, ja. ja, ik weet het niet. Zelf. Is het ook voor omdat het misschien een beetje spannender was, juist omdat het niet zo precies, overal te zien precies, was? Precies, en, dat, dat is het ook, weet je. Je moest... Uh, een half jaar wachten voor een dvd of videoband uitkwam van een gala, weet je. Dus dan, uh, ja, het was natuurlijk anders ook, weet ja. je. Dus gewoon, vroeg hij, ja, dus je ging ook naar een gala toe. ook van, nou, als ik het wil zien, moet ik naar het gala, anders zie ik het niet, weet je. Ja, ja. Zo. ja, Dat is wel zo, inderdaad. Ik weet, mijn allereerste keer dat ik ooit een kickbox had, zag, had iemand de videoband, Vriendje van School, de videoband van Rock Kamman tegen NSO Host. En dat ja. was eerst wat ik zei, dan dus zei ik spannend dat we dan smiddags zaten we dan die video te kijken, want ja, ja. ik vond ja, dat ja, allemaal wel dus Ja. Dus je, ja, en nu is het allemaal natuurlijk vluchtig op je telefoon, ja. Krijg je krijgt het al mee, uh, op filmpjes en even en samenvattingtje, dit, dat, ja, ja, ja. Uh, ja weet je. Ja. Dus, de, dus de concentratie ook voor echt, om echt te kijken is veel minder, weet je. Ja. Goed, nu we het over vroeger hebben. Komen we mooi uit met het volgende onderdeel? Mm -hmm. Dat is namelijk Mount Fightmore! Mount Fightmore is, uh, je ziet daar al het plaatje, is uh, onze variant op Mount Rushmore. kennen we allemaal natuurlijk wel, juist ja, leraar zeker. De, de Amerikaanse presidenten aan de rots zijn uitgehouden. Yeah, Dit joh. is onze vechtvariant. En ooit door Malus en mijzelf, uh, zo samengesteld als onze inspiratiebronnen eigenlijk. Om ja, de liefde voor onze, onze liefde voor het versport te ontwikkelen. Ja. En uh, voor de mensen die het uh, nog niet weten, natuurlijk Ramon Dekker jou wel bekend, Bas Rutte, John Bloeming en ook Bruce Lee. En de vraag aan jou is, Juri, ja. uh, uh, wie zou er namens jou aan Mount Fightborn moeten? Dus niet één van deze vier, maar wie is jouw ja, inspiratiebron, idol, peri Ubera, noem die allemaal, wie zou er voor jou betreft aan Mount Fightborn uh, moeten? Het zijn allemaal Nederlanders, niet allemaal Nederlanders natuurlijk. Dat zijn niet allemaal Nederlanders, mag iedereen ja, zijn. Ja, ja, ja. Uh. ja. Toch wel een uh. en dat is de host of Peter Aerts weet je, als uh, K1 vechter. Ja. 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 Volg die, volgde je toen, toen in die tijd ook al? Uh, ik toen, ik, ja, 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 ja. ja. de videobanden. Ja. Ik heb ze allemaal nog. Eigenlijk in de kelder liggen al die videobanden vanaf 92 tot uh, 2000 nog wat. Heb zeg. je ze allemaal nog? Ja. Ja, moet een stof, liggen ergens. Ooit ja. waren ze allemaal te koop bij Vierkerts Shop. Weet ja. ik nog? Voor uh, 6 euro of zo, of uh, uh, toen nog gulden voor zo. Dus, uh, ja. Ja. Uh, uh. Ja. Dus ja, je mist een beetje een uh, uh, Peter Arntsen denk ik. Ja. Uh. Peter Aarten Jack, wat vond oh ja, je mooi in hem? Of van Nester kan ook, ja. Ook, uh, ja. Even e eerst Peter, wat vond je mooi in Peter Aarten? Uh, nou, dat was natuurlijk wel een beetje een vechter, weet je. Ik vond het niet de meest stijlvolle vechter, dan was NS Hoos veel, veel sierlijker. Maar ja, Peter was gewoon een sloper, weet je. Ja. Hij uh, ja. Ja. kwam echt om te slopen, gewoon, weet je. Hij ja. was echt een vechter, was hij? Ja, dat, ja precies, ja. ja, ja, ja. ja. En toch heel verrassend die hoge trappen tussendoor. Hoge trap. Ja ja. Ja. Ja, toen ik... niet de meest mooie uh, technieken, maar wel, wel heel effectief. Dodelijk uh. effectief geweldige timing en altijd door. Ja, ja, ja. ja toch heroïsche wedstrijden uitgevochten. Ik moet wat dat betreft altijd denken aan, uh, en dat is bij vaar niet zo'n zo mooie wedstrijd hoor, maar dat zat hij ook al in de nadagen van carrière. Vocht hij tegen Jamal Ben in Tokio en dat ja. was natuurlijk voor hem uh, een soort van opkoming. En, en Jamal Ben Shadik was natuurlijk een jonge opkomende vechter die ja. was er dan wilde dat hij daar naam ging maken over de rug van Peter Aerts. In de eerste ronde sloeg volgens mij Jamal sloeg hem ook uh, uh, gaf hem acht tellen. Ik uh, was klopt. eigenlijk gewoon beter en fitter en, en, en sneller. En in de, in de tweede ronde dacht Peter, weet je wat, ik ga er een straatgevecht van maken. Ik ja. ga er gewoon een dogfight van maken. En jij ja. toen gewoon ja overrompelt eigenlijk gewoon hoe, hoe Peter is. Hoe, en won ja. uiteindelijk op die wedstrijd. Liet, ja. sloeg hem gewoon drie keer aan en uh, uiteindelijk gaf Jamal gaf je op in die wedstrijd. En dat is voor mij eigenlijk key, weet je wel, echt hoe Peter Arts is. Ja. 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 Ja, maar dat is ook het mentale dingetje, want vechters, sommige vechters kunnen gewoon wel echt, dat is het ook echt breken, weet je. Als ze merken van, het werkt niet, weet je, wat ik doe werkt niet, omdat ik hem heb neergeslagen. En ja, Peter had dat niet in mijn ogen, weet je. Peter was gewoon van, nou, weet je, ook al gaat het niet, ik blijf doorgaan. Ik blijf gaan, 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 ja. weet je. En dat is wel een mentaal dingetje, dat, dat moet je, ja, dat, dat onderscheidt soms vechters wel van elkaar, weet je. Ja, ja kan, je, kan je ook omgaan met, het, met een tegenslag nadat het eerst goed gaat, weet je? Ja, ja als het goed gaat, ja, dat, ja, dat is makkelijk, het aardelen, weet je. Maar ja. als het goed gaat en opeens gaat het niet meer goed, kun je dan nog overheen zitten om, dan, om het dan weer terug te, gaan nadat, weer terug te komen nadat, nadat het weer goed gaat, weet je? En dat had ja. Ja, dat, 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 Peter wel, natuurlijk. Peter bleef altijd gewoon doorgaan. Ja. Kan jij zelf wel een moment herinneren uit jouw carrière dat je van dat je zo'n mentale barrière had te overwinnen. En dat je er dan ook. Ja, tegen sprong had het ja. natuurlijk wel, weet je. Tegen moest ik wel echt. Uh, dacht ik wel van uh, op een gegeven moment van. naar de derde ronde van ga ik door. Ik heb de ogen dichtgeslagen, scheur erin. Ja. Uh, ik was natuurlijk al een beetje cocky van. Die, ik had de acht tellen gehad. Ik dacht nee, ik, oh, gewoon, we moeten moet gewoon doorgaan. Weet je. dit dat moet ik gewoon uitvechten, weet je. Ja. Ja. Mooi. En als je het over van Nesto hebt, wat vond je mooi aan Nesso? Mr. Perfect. Ja, Mr. Perfect natuurlijk. Ja, klassieke combinaties leven, low ik je? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, die was ja. schitterend. Ja. Ja. En het mooie dansje, altijd wat hem natuurlijk. Ja, ja, ja. nee, zonder ja. dol. Nesso, uh, ja. natuurlijk, four time uh, K1 champ. Echt ja. een, uh, een uh, sieraad voor de sport ook. Ja, ja, ja. ja, mooi man. Mooi. Juri, ik vond het genot om met je te praten, man. Oh, dat is gezellig, ja. Ja, ik ben ja. blij dat je je eindelijk had. Ik weet, ik, uh, je bent al heel lang een van mijn uh, favoriete vechters uh, ook. Dus, uh, uh, en een mooi mens. Mooie verhalen. Uh, ook wat diepere uh, onderwerpen aangeraakt. Ja. Nou, mooi. Oké. Okay. Uh. wens je het beste toe. Uh, blijf goede werk doen bij Mike Simpson zou ik zeggen. We gaan gewoon lekker door. Ja. Top. Jullie allemaal weer bedankt voor het kijken. En, en dan wel het luisteren. Je weet, we zijn op YouTube, Spotify en Apple Podcasts te vinden. Waar je je podcast ook wil luisteren. Of zien, we zijn er overal voor jou. Uh, vergeet je niet te, te abonneren, te liken en te delen. En dan zijn wij de volgende week weer. OES!